Oké, okay, Erin, je mag je cabaret meenemen, dan gaan we een beetje rekenen. En dan mag jij eerst al eens het getal 365.000 leggen. Met dat cubaritme kan je rekenoefeningen maken. Dus dat is eigenlijk een soort rekentoestel, zal ik zeggen. 415.000? Ja, 415.000. Oké. Okay. Als de zon fel schijnt, dan zie ik gewoon bijna niks. Dus dan zie ik wel een klein beetje. En voor in de zon heb ik zo'n zonnebril. Dat helpt echt goed in de zon. De bedoeling van een witte stok is eigenlijk om je te beschermen voor obstakels. Stel je komt een obstakel tegen, een paal of een steen of zo'n vuilnisbak of zo, dan voordat jij botst, botst de stok tegen. En dan weet je van, aha, hier is er een obstakel. Ik ga nu een bericht sturen naar mijn moeder. Ik heb ook natuurlijk een smartphone. Bij mij werkt het een klein beetje anders. Wat gaan we vanavond eten? Ik stuur mijn berichten via dicteren, maar ik stuur ook mijn berichten soms via spraakberichten. En voor berichten te lezen gebruik ik VoiceOver. Ik ben ook natuurlijk een gamer en ik speel graag GTA Online. Op de plek dat ik aan het gamen ben, moet het donker zijn. Of anders schijnt die licht op de tv en dan is dat moeilijker om te zien. En ik moet ook van dichter zitten om te gamen, want van ver kan ik ook niet zo goed zien. Dikke merci om te kijken. Als je maar niet genoeg kan krijgen van onze video's, gewoon abonneren op ons kanaal.